9,5 ton werd neergeteld voor het eerste vaatje nieuwe haring van dit jaar. 19,1 miljoen toeristen bezochten ons land in dit jaar. 2189 100-plussers woonden op 1 januari 2019 in ons land. Welkom bij weer een gloednieuwe aflevering van Mannen Lezen de Vrouw. Op vakantie. Want het is de vakantieaflevering van Mannen Lezen de Vrouw. Dat betekent dat ik wel edit, maar dat ik niet zoals gewoonlijk kan editen. Maar ik kan wel dit in beeld brengen. Alleen nog maar. Dit in beeld brengen. Ik kan dit in beeld brengen. Ik kan zelfs dit in beeld brengen. Dit. En dit. Maar die hebben jullie meestal gezien als jullie alle afleveringen kijken. Maar ik heb hier geen wifi. Maar ja, nee, grapje. Welkom bij Mama Lezen de Vrouw. De leukste serie op YouTube Nederland. Bij 52 afleveringen, als we een heel jaar lang elke zaterdag... Als ik een jaar lang op elke zaterdag Mannen Lezen de Vrouw heb geüpload, dan ga ik een bericht sturen naar de redactie van de vrouw. Of ik daar een keer een dag mag meelopen. Dat wordt geweldig. Dat zal nog wel even duren. Vandaag, waar gaat het over? Vakantie soms niet over rood. Nou, leuk. Als ik aan roos denk, Nou, het gaat in... Hoe noem je dit? Deze oplagen. In deze oplagen gaat het over Russen die het buffet van een all-inclusive hotel plunderen. Zie ik wel iets voor Russen? Russen die doen dat. Dat zie ik Russen wel doen. Verregende vakanties in een tent. Doet me denken aan mijn Thaizee vakantie. Kan ik helaas niet hier in beeld brengen. Dus hier staat nu gewoon niks. Helemaal niks. Kijk, er staat niks, want ik kan het niet in beeld brengen. Sorry. En het gaat over een puberzoon op stap die alleen wil gamen en tanken. Vraag me dan af of je wilt tanken met een benzine of gewoon zo. Maar ja, dan hebben we weer columns van presentatrice Maaike Timmerman. Heel interessant. Gerard Cox. Maar ik kan dit niet eens in beeld brengen, jongens. Van die uitzending. Iedere kijker van Mannen Lezen de Vrouw weet wat ik nu in beeld wou brengen. Geen wifi hebben, hè? Nee, grapje. Ik kan daar heel goed tegen. Dan heb je weer de nutteloze feitjes rubriek. Die heb ik net al bij het intro allemaal voorgelezen. Echt superleuk. Origineel altijd. Voegt echt veel toe aan het blad. Nog steeds ga ik bijna kotsend het podium. Is dat ook iemand die te veel getankt heeft? Of moet er nu zo'n not family friendly zo... not family friendly. Want kotsen is niet vriendelijk. Nou, geen idee. We gaan verder. Dan heb je weer hele reclamepagina's. Ik denk dat de vrouw daar de inkomsten uithaalt. Het gaat misschien niet zo goed met ze. Zal wel ergens. In bijna elke relatie beland je een keer op dat punt. Wij dus ook. En nee, ik zou niet willen stellen dat ik me bedrogen voel. Maar het voelt wel alsof ik op zijn minst verkeerd ben voorgelicht. Het grappige is dat op dit moment ik 4 zinnen uit de column van Maaike Timmermans heb voorgelezen. En nog steeds geen idee heb waar het over gaat. Oké, lees even met me mee. In bijna elke relatie beland je een keer op dat punt. Dan is de vraag, welk punt? Wij dus ook. Nou, fijn, hun dus ook. Ik weet niet wie wij zijn, maar ik gok dat hun dat zijn. En nee, ik zou niet willen stellen dat ik me bedrogen voel. Maar het voelt wel alsof ik op zijn minst verkeerd ben voorgelicht. Mijn man had zich, zonder blik vooraf, niet aan onze afspraak gehouden. Ik ga heel even snel lezen waar het over gaat hoor. Geef me heel even 10 seconden. Oké, het gaat eigenlijk nergens over. Ik ben hier nu een minuut aan in het lezen, maar het gaat eigenlijk nergens over. Dat is natuurlijk niet erg, want ja, ze heeft wel gewoon een column in De Zomer. De afdanker van de vrouw. Grapje. Leuk. Onze favoriete rubriek. Wat weer gaat over een burgemeester die vertelt over zijn stad. We hebben het over de leukste steden in Nederland. Vorige keer behandelden we totaal onterecht IJmuiden. Dat is namelijk helemaal... Oh nee, kan ik niet in beeld brengen. Niks. Want dat is eigenlijk helemaal niet leuk. IJmuiden is helemaal niet leuk. Deze keer een nieuwe kanshebber. Haarlem. Burgemeester Jos Wienen werd geboren in Ridderkerk. Ridderkerk! Verrader! De leuke dingen in Haarlem zijn uitzicht op de Grote Markt. Heb je in Amersfoort ook. Ik ga even door naar de bezienswaardigheden. Musea, nou, heb je in Amersfoort ook.
Stadswandeling heb je in Amersfoort ook. Kennemerduinen. Oké, dat is wel echt iets voor Haarlem. Zandvoort, Ameland, Texel, Vlieland. Schiermonnikoog, Terschelling. Ik ken niet veel plekken met meer duinen hoor. Den Helder misschien. Tja, duinen echt bijzonder. En Molen de Adriaan. Molen de Adriaan. Dat is daar de plek. Als je naar Haarlem gaat, zeg me dan niet dat je niet bij Molen de Adriaan bent geweest. Zeg het me niet. Dat is de bezienswaardigheid van Haarlem. Oh, wat je nog meer kan doen. Je kan in een sloep varen. Kan je ook in Amersfoort. Je kan een terrasje pakken. Kan je ook in Amersfoort. En muziek. Punt. Gewoon muziek. Nou, hij is wel trots. Kijk, zie hem even staan. Hij is wel trots. Oh, leuk. We hebben weer een rubriek met 101 sporters die samen motivatie halen uit fietsen. Maar nog belangrijker, om geld op te halen voor het goede doel. Dat geeft extra motivatie. Hé, doet me denken aan Maarten van der Weijden. Superleuk. Kan ik niet in beeld brengen hier helaas, want ik ben op vakantie. Dan zijn mensen sportmaatjes en vriendinnen. Ook leuk. Lekker sportief. Dezelfde winnaarsmentaliteit. Klinkt als een spannend artikel. Gijs Brecht en Clarissa uit Rotterdam leerden elkaar 7 jaar geleden kennen bij de hardloopclub. Toen ze ontdekten dat ze bij elkaar om de hoek woonden, besloten ze ook eens met z'n tweeën te lopen. Het begin van een innige vriendschap. Nou, leuk, fun, grappig, mooi. En dan weer Gerard Kots. Is acteur, zanger, cabaretier, regisseur en nu ook nog columnist. En hij neemt bepaald geen blad voor de mond. Je belandt als ware in het stenen tijdperk. We waren opeens schatrijk. Ik dacht dat die man helemaal niks met Game of Thrones had. Niet te zwaar aan kilo's tillen. Nou, ook leuk. Nog meer reclame. Oh, leuk. Efteling. In cijfers. Vrijwel heel Nederland is ooit in de Efteling geweest. Ongeveer 94%. Nou, ik ben er ook geweest. Laat even in de reacties achter of jij wel eens in de Efteling bent geweest. In 1952 kostte een toegangskaartje omgerekend 36 eurocent. Dat is goedkoop. Per uur stroomt er 2 miljoen water door de wildwaterbaan Piranha. Per uur stroomt er 2 miljoen water. 2 miljoen water? Zoveel? Er staat geen liter achter voor de mensen die waarom ik zo raar reageer. Er staat gewoon per uur stroomt er 2 miljoen water door de wildwaterbaan Piranha. Volgens mij zijn ze het woord liter vergeten. Lekker Nederlands. Alle 12 hollebolle gijzen zeggen 15.000 keer per dag papier hier. Nou, dat is leuk. Symbolica 2017 is met 35 miljoen euro de duurste attractie. Nou, de Efteling, altijd superleuk. Dan heb je nog een kort verhaal van Frauke Heide, superleuk. Walter werd nooit meer wakker. Oh, minder leuk. Kan dat niet family friendly ding weer in beeld komen? Niemand wist van hun trouwplannen over hoe rebels ze eigenlijk waren. Nou, allemaal fictie, ik geloof het allemaal. Dit is Leven is een kort verhaal van Frauke Heide. In september verschijnt haar eerste roman. Een plek waar eenzaamheid niet bestaat. Bij uitgeverij Lano. Reclame dus. Hij ontwerpt alles. Ik kies de kleuren van de bomen, van de bloemen. Nou, dat is wel een goede verdeling hoor. Hij ontwerpt alles en ik kies de kleuren van de bloemen. Goede verdeling. Zo zou ik het ook doen. Gul smeren. Voor welke factor u moet kiezen hangt af van uw huidtype. Hoe lichter uw huid, des te hoger de beschermingsfactor. Ook bij factor 50 wordt u wel degelijk bruin. Het duurt alleen wat langer hoeveel u moet smeren. De richtlijn is een borrelglaasje per insmeerbeurt. Een borrelglaasje per insmeerbeurt? Ik drink liever een heel biertje per insmeerbeurt. Hij is nog heel. Is hij echt zo sterk? Jullie dachten dat ik het echt ging doen, hè? Naïef. Nog een kort verhaal? Nou, prima.
Prima hoor, ik vind het echt een leuk blad. Daarom lees ik het altijd met veel plezier. Elke zaterdag komt het mee met De Telegraaf. Marjoleine Tel, auteur van het boek Campinggeluk, beschrijft 8 kampeertypes die iedereen wel herkent. 3e aflevering. Hans, de ik sta hier al jaren kampeerder. De vaste klant. Alsof hij thuis is, laat hij overal zijn spullen slingeren. Ja, leuk. Oh, yes, we hebben weer een recensie. Ik hou dit blad ook nooit heel, dat is gewoon een probleem. We hebben weer een recensie. Lunchen in je hangmat. Niks meer zomers dan even een terrasje doen. Marjolein Hurkman steekt neer bij Buitenplaats Plantage in Vogelsang. Hij heeft een 8,5 gekregen en de minpunten zijn... Je moet geen haast hebben, daar waarschuwen ze ook voor. We doen aan slow food. In praktijk vielen de wachttijden nogal mee. Nog een keer. Als eerste zeg je, je moet geen haast hebben. Als tweede waarschuwen ze ervoor dat je geen haast moet hebben. Want ze zeggen, we doen aan slow food. In derde instantie hebben ze ook nog in praktijk dat de wachttijden meevallen. Oftewel, je kan daar gewoon heen als je haast hebt. En er kan zomaar een bruiloft zijn en voor je het weet zit je midden tussen de feestgangers dag rust. Doet me denken aan vorige week vakantie in, hoe heet die plek nou, Le Gourmet. Daar was ook opeens een bruiloft, smiddags, avonds. Ik weet niet waarom ik dit ding altijd weggooi. Het is een beetje ADHD. Niks mis met mensen die dat hebben. In Griekenland smaakt de salade totaal anders dan in Nederland, terwijl je vrijwel dezelfde ingrediënten gebruikt. Hoe komt dat? 8 kinderen, 10 volwassenen, is druk. Had ik nooit verwacht. Holleders onderwereld. Dachten we dat we alles wisten over Willem Holleder, misdaadjournalist Wim van der Pol, kreeg inzaken in politiedossiers van zowel de moordzaken waarbij Holleder verdacht werd, als andere zaken die daarmee in verband konden worden gebracht. Voor wie maar geen genoeg kan krijgen van de Amsterdamse penose. Spannend, ja, leuk. Zal ik die gaan reviewen? Zo, dit was hem dan. Dit was hem. Ik ben nu ook al een kwartier aan het... opnemen. Dus heel erg bedankt voor het kijken naar deze vakantie aflevering van Mannen Lezen de Vrouw en tot ziens. Grapje. Een glaasje per insmeerbeurt. Ik drink liever een heel biertje per insmeerbeurt.